Dit stuk is duidelijk zo'n lamento-achtig geheel dat je misschien kunt vermoeden dat hij dat naar aanleiding van iets persoonlijks in zijn leven heeft geschreven. Kijk, en het Woldtemperierte Klavier heeft hij in 1722 afgesloten. Dat is gedateerd, dus in de jaren daarvoor heeft hij dat gecomponeerd. Nou, en dat is natuurlijk een hele belangrijke gebeurtenis in de zomer van 1720 geweest. Het overlijden van zijn eerste vrouw Maria Barbara. En misschien is dit een klaagzang op haar dood. Het is puur speculatie, maar het kan. Er is een vroegere versie van het prelude, die was wat korter. Dat had hij geschreven voor zijn favoriete zoon Willem Friedemann-Bach. In het klavierboekje voor hem. En dat heeft hij als uitgangspunt genomen. Dat was een iets korter geheel. En dat heeft hij dan uitgebreid om als inleiding tot die fuga te dienen. Dus ik denk dat hij naar aanleiding van het prelude de fuga heeft geschreven. En toen heeft gedacht, die fuga is te lang en dat prelude is te klein, ik moet iets doen. En toen heeft hij nog een hele mooie conclusie aan dat prelude toegevoegd. En je kunt dan ook zien, daarin heeft hij het fugathema verwerkt. De eerste vers van het prelude, dat eindigde. En op de plek waar hij dus de noten toevoegt, komt plotseling het fugathema verborgen tevoorschijn. Als je het niet weet, hoor je het niet. En als je het wel weet, dan denk je van ja, dat is het gewoon. En je hoort dat in de bas. Nou, en dit is dus het begin van het fugathema. En dan verderop hoor je ook de noten verborgen in de structuur. Dus je hoort, hij heeft dus iets toegevoegd wat dus een verbinding maakt tussen het oorspronkelijke preludium en de fuga. En dat beïnvloedt je wel in het spel, vind ik, want je probeert dan inderdaad de tempi op elkaar aan te passen. Je kunt niet een vrolijk prelude spelen en dan een droevige fuga. Dat is niet wat Bach hiermee bedoeld heeft. Hij bedoelt echt één affect. En dat zijn hele belangrijke dingen. Als je analyseert, dan kom je op ideeën die je naar de juiste interpretatie voert. Een heel mooi citaat over wat F. Klein betekent in die tijd, is van Bach's tijdgenoot Mattheson uit 1713, dus een paar jaar zeg maar voordat hij dit stuk heeft gecomponeerd. En Mattheson schrijft, F. Klein, F. Moll scheint eine gelinde und gelassene, wie wohl dabei tiefe und schwere, mit etwas Verzweiflung für Gesellschaften, tödliche Herzensangst vorzustellen und ist über die Maßen beweglich. Er drückt eine schwarze, hilflose Melancholie schön aus und will dem Zuhörer bisweilen ein Grauen oder einen Schauder veroorzaken. Dus Mattheson zegt dat het inderdaad een hele sterke toonsoort is die een heel sterk affect beweegt en wel een heel donker affect. Schwarze, hilflose Melancholie, dus een hele zwarte melancholie. Echt een hele donkere stemming probeert deze toonsoort uit te drukken. Dat is wel heel belangrijk om zeg maar de boodschap over te kunnen brengen. Als je dat niet hebt, dan het publiek merkt dat meteen. Je moet een bepaald soort enthousiasme hebben. Een verzonkenheid in de muziek, ja, en concentratie is belangrijk, maar niet overconcentratie, want dan kan het te veel spanning veroorzaken bij jezelf. En het publiek is dan genadeloos, die merkt dat dan. Die wordt ook onrustig en die denkt dan van, hoe lang duurt het nog? Dat gevoel moet je nooit geven. Je moet een gevoel hebben dat het een stuk is van ongelooflijke schoonheid. En dat probeer je aan je publiek te communiceren. Dat je samen daar vreugde aan heeft. Bach speelt een hele belangrijke rol in mijn leven, dat is waar. Ik speel ieder jaar veel Matthäus-passies, Johannes-passies en ieder jaar ook een reeks Weihnachtsoratoria. Dat zijn
vaste punten in het jaar waar je steeds op verheugt. Er staat altijd muziek van Bach op de lessenaar hier, op het klapcymbal. Ik begin vaak mijn dag met een prelude en fuga uit het Woldtop-klavier door te spelen. En je kunt je geen betere start van de dag voorstellen, vind ik.